Hey, of het is wel leuk om te zien dat er zoveel mensen iets in de vernieling willen helpen. Vind ik geweldig mooi om te zien. Dan ben ik in ieder geval niet de enige. Ja, je moet het wel stuk krijgen natuurlijk. Ja, oké, maar dat laat ik zo meteen aan jou over. Voordat jullie nu helemaal los mogen gaan met allerlei wilde ideeën, daar hebben we Patrick voor meegenomen. Vlaamse collega's natuurlijk altijd goed om te doen. Even terug waarom en waar het vandaan komt. Ja, Vlamingen zijn er vaker genoemd vandaag, hè? Want die hebben blijkbaar toch grote zin in een hoop consumptiegoederen en zo. Dan krijg je steeds vaker dit soort beelden. Oh, zo ben ik geen Noord-Hollander, maar een Zeeuw, misschien ook te horen. Dit is mij ongeveer in mijn achtertuin. Dit zien we steeds vaker. We hebben wat gebrek aan ruimte in die Westerschelde. Nou, leuk om te zien natuurlijk, ook voor dijkenbouwers. Voorhoefbestorting, wat er ligt en een hoop slik en wat hele mooie bekledingen daar. Mijn favoriet onderwerp. Maar, ja, hoe is het? Daar moeten we iets mee. We zijn gaan baggeren, ook te zien, hè? Ook voor wie we doen trouwens. Kijk, dat rechter vlaggetje, daar doen we het voor. Wij voeren het uit, maar voor wie, hè? Even goed onthouden, ook in het heel perspectief van deze proeven. Dus we zijn aan het baggeren gegaan. Alleen dat betekent dat we dus weer een strijd om de ruimte krijgen. Die baggeraars die halen dat slik weg. Zit hier ongetwijfeld wat aannemers in de zaal. Volgens mij sprak ik er net met iemand. Hè. Die wil best baggeren. Betekent dat we ruzie krijgen. Ruzie met hoop van die beesten. Geen voerigeergebied meer. Dus geen eten, geen drinken, geen slaapmogelijkheden. Ja, schijnt niet te mogen tegenwoordig. Betekent dat we iets moeten gaan doen. Moeten gaan compenseren. Ja, waar kom je dan naar buiten? Ja, wel ontpolderen, niet ontpolderen. Waar moeten we het doen? Mag dat wel? Kan dat wel? Ja, vinger in de dijk steken, hè? Toch maar even kijken. Dat bord daar rechts, daar staat ongeveer een half Zeeuws-Vlaanderen mee vol, zo'n beetje. Ja, het speelt wel. Maar we moesten gaan compenseren. Dat betekent dat we toch wat projecten langs die beroemde Westerschelde hebben, waarbij we zijn gaan kijken of we dat konden doen, die natuur kunnen herstellen. We hebben die Westerschelde gebaggerd. Nou, we willen dat wat herstellen. Een paar bekende projecten wellicht. Bergpolder, mijn grote favoriet. Kunnen we aan de bar ooit nog wel eens over hebben waarom dat mijn favoriet is, maar het project meer. En daarnet werd hier al in beeld gebracht, hè? Hedwig Prosperpolder. En dat denk ik ook dat het zometeen de speeltuin moet gaan worden, waar we het hier vandaag vooral over gaan hebben. En ja, om jullie vast een beetje beeld voor de grootte te geven. Hier kan je ongeveer aan gaan denken, hè? We zagen daarnet die hele mooie dijk die Huub onderuit heeft geholpen, in de buurt van Eemdijk. We doen het een stapje groter, is toch de bedoeling? Nou, één stapje groter. Westerschelde in beeld, hier lag een dijk. Ja, 8-9 meter hoog denk ik inderdaad. Volledig primaire kering, kleidijk, gras erop, steenbekleding erop. En we vonden een aannemer die het leuk vond om hem af te graven. Helaas op dat moment hadden we niemand die proeven wilde doen. Maar ja, probeer dit even in je hoofd te prenten. Dit is de mogelijkheid die we eigenlijk willen gaan bieden. Zo grootschalig en zulke mogelijkheden. We hebben primaire keringen. En ja, dan mag Patrick zometeen helemaal losgaan over wat we daarmee willen doen. Maar ja, in principe, het mag nog verder weg zometeen dan wat je hier ziet. En dan mag jij de zaal loskrijgen met allerlei wilde ideeën. Ja, je hebt wel de mensen nu wel zeer enthousiast gemaakt. Ik zie jullie ook enthousiast worden. Nou ja, er waren al ideeën om een F-16 in de dijk te vliegen. Dus ja. Ik weet niet hoe enthousiast ze nog kunnen worden verder. Toch? Ja, dat was toen dat wij nog nieuwe F-16's gingen kopen. Maar ondertussen stellen wij die aankoop uit. Oké, tot na de proeven. Ja, dus dat valt nog te bezien. Ik wil eventjes uit mijn rol vallen. De eerste dia, ik ga hem niet terug laten zien. Maar Ivo, dat valt wel best mee hoe vaak wij zo'n grote containerreuze in het schor zien. Hè? Ja? Ja, en ik moet dat ook van mijn grote baas zeggen. Wij bestuderen de toegankelijkheid en de veiligheid. Okay. En loodsen die komen bij ons trainen. Ook de Nederlandse loodsen komen trainen. Dat dergelijke fait divers, noemen wij dat dan, uitzonderlijke zaken, toch nog niet zo vaak optreden. Maar goed, daar kunnen we straks over discussiëren. Ja, nou, ik kom al op 4, geloof ik. Maar ik zie dat jullie al iets enthousiast... Dus grote schepen, F-16's, en het enthousiasme stijgt. Goed, ik ga iets verder. Nu ben ik terug, hè. Dus ja. Het is één verder. Ik moet ook mijn andere... Dus mijn grote baas heeft mij daarnet al voorgesteld. Mijn broodheer, zal ik zeggen, voor straks dergelijke proeven kunnen doen, is eigenlijk de Vlaamse Waterweg en in feite het geactualiseerde Sigma-plan. Sigma-plan, als het jullie nog niet bekend is, moet je dat zeker eens googlen. Dat is een beetje de tegenhanger of de broer of zus van het Delta-plan. Op het Vlaams gedeelte van de Zeeschelde, opwaarts van de Westerschelde, hebben wij ook ideeën en plannen en ondertussen al heel wat gerealiseerd om stormen vlekkeloos, zonder al te veel schade te ontvangen. In tegenstelling tot wat jullie doen, is de kustlijn verkorten. Hebben wij in Vlaanderen eigenlijk een andere weg gekozen en geven wij toch meer ruimte voor de rivier. Dat is soms dezelfde terminologie als jullie ruimte voor de rivier langs de Maas en Rijn en zo. Nu, onze ruimte voor de rivier is
letterlijk wel meer ruimte, maar is een ander proces, want wij moeten enkel een korte storm van een paar uur aftoppen en niet dagen aan een stuk volumes bergen. Maar wij hebben dus, hier zijn we ongeveer aan de grens, hier zit het gebied waar we het straks over hebben, de kop is er al af. Vorige week, op een studiedag in Delft, heb ik nog geweigerd om de term te zeggen, want dat lag allemaal gevoelig en zo. Maar mijn twee vorige sprekers hebben Hedwige Prosper al volmondig verteld, dus ik durf dat nu ook. Eerst die andere films zien, hè, dat ik dat niet heb gezegd. Nee, nee, nee. In elk geval, verschillende. Een zeer uitdagend plan. Veiligheid, toegankelijkheid van de Schelde, binnenvaart dan vooral. Natuurlijkheid, recreatie, tal van doelstellingen daar. Wil ik jullie zeker nog wel wat meer over vertellen. Een paar jaar geleden hebben we ook de eer gehad om mensen van een Stoa-excursie te doen, denk ik. Met Ludolf zijn we hier... wacht, hè, was het hier? Eigenlijk helemaal opwaarts bijna aan Gent hebben we dan... een toertje gedaan naar verschillende gebieden, waar je op kleine oppervlaktes wel estuarine natuur, wetland natuur, ontpolderingen kunt ontdekken. Goed, we zijn hier nu voor de speeltuin van de komende jaren te tonen, is misschien een groot woord, maar alvast, ik ga jullie een idee geven van waar dat wij alvast aan denken. Als we straks 600 hectare gaan ontpolderen, daar hebben we een bestaande dijk, daar hebben we ongeveer... Langs de Schelde zelf hebben we hier een anderhalve kilometer à twee kilometer hedendaagse dijk zelf. Het is te zeggen, dat is een dijk hoe we ze vandaag nog zouden bouwen. In die zin is dat zeer interessant. We hebben hier een stuk op Nederlands grondgebied, een stuk op Vlaams grondgebied. Je ziet dat die wel dezelfde waterkerende functie hebben, maar dat maakt niet dat die hetzelfde... Die zijn anders gebouwd, die hebben andere vormen. Die hebben... de hoogte zal wel vrij... maar het zal eigenlijk ooit hetzelfde aangelegd zijn, maar die is dan misschien anders gezet. Maar we hebben zeker een andere onderhoud gehad. Je ziet eigenlijk ook het voorland. Als ik het juist heb, in Vlaanderen bestort. In Nederland vrijgelaten, dus grilligere vormen. Andere voorgeschiedenis. In elk geval, die anderhalve kilometer à twee kilometer wordt straks onze speeltuin. Natuurlijk, alles wat we hier doen, heeft ook gevolgen voor het gebied zelf. Dat een ontpoldering moet worden. Aan wat denken wij op? In grote lijnen... persoonlijk dacht ik eerst aan golfoverslagproeven, waarom niet? Hebben we al gedaan, hebben jullie in Nederland ook al gedaan. Geeft toch altijd nieuwe, leuke inzichten. We zouden er een wedstrijdje van kunnen maken tussen Vlaanderen en Nederland. Welk gras is het sterkst? Wat zetten we erop? Zeg nog eens. Wat zetten we erop? Wat zetten we erop? Kratpalm? Zeg nog eens. Kratpalm? Ja, ik dacht wel, Stoa, ik heb nu, die zijn vorige keer bij ons op bezoek geweest. Met minder volk moeten die evenveel geld omzetten als wij. Komt goed. Een tweede proef, een paar jaar geleden, al is mee geëxperimenteerd en je zou kunnen zeggen, spijtig genoeg, heeft die proef meer vragen doen ontstaan dan hij beantwoord. We kregen het niet stuk, ondanks grotere overslagdebieten, of veel grotere debieten als de overslag, dus tal van vragen rond waarom doet een golf veel meer schade dan overloop, zijn daar ontstaan. Dus daar zijn we ook zeker in geïnteresseerd. We hebben ook al bresproeven in Vlaanderen gedaan. In Nederland zijn er ook al een aantal grote dijkproeven geweest. Dit is de Wijmeersproef, dus waar daar ook Stoa bezoek is geweest. Ondertussen is er een gat van... Dus nu is het gat al 100 meter in feite. Het is ook gestopt met groeien doordat we eigenlijk aan beide opwaartse en afwaartse zijden een betonprop hadden geïnstalleerd. Hier is de proef eigenlijk nog in volle gang en zijn ze een debiet aan het meten doorheen de proef. Kan dus los van bresgroei ook info geven over debiet doorheen bressen enzovoort. Hier een lange lijst van andere ideetjes die we de voorbije maanden al van jullie of andere mensen hebben gehoord en waar we zeker vandaag met jullie nog een langere lijst van willen maken. Of mensen willen bepaalde ideeën horen of zien afschieten. Mensen misschien enthousiast worden om met een van die ideeën aan de slag te gaan. In elk geval, alles wat jullie vandaag aan denken, werp het in de groep. Vertel het zeker aan die notulisten. Ik weet niet waar dat is, die zitten misschien niet meer. Als het ook opgenomen wordt, dan wordt het sowieso bijgehouden, veronderstel ik. Moet ik er eigenlijk kort doorgaan? Misschien... Oei. Moet ik het doen? Het is de tweede. Kansen, belastingsproeven. Ik zie wat hier nog op de lijst staat. In elk geval, belangrijk voor Stoa en WL is dat we er een Nederlands-Vlaams onderrondje van maken.
We denken aan overloopproeven, golfoverslagproeven, maar we zouden ook een wedstrijd kunnen uitschrijven, los van een proef, maar om bepaalde modelinstrumentaria in te zetten. Vlaanderen en Nederland hebben elk hun methodes om de ondergrond te leren kennen, omdat we hier toch aan de slag gaan om voorafgaand de omgeving goed te leren kennen, kunnen we daar ook wel uitwisselen, ervaringen delen van hoe bouw je zo'n ondergrondmodel op en hoe parametriseer je bepaalde gronden. Er is een schor voor, dat heb ik daarnet al gezegd. De aanwezigheid van een schor zal ongetwijfeld ook invloed hebben op een bres, maar heeft nog voordat de bres ontstaat ook invloed op de golven die de dijk aanvallen. Daar zijn mensen in geïnteresseerd, er komt straks ook een sessie over. Kabels en leidingen. Is zeker iets dat in Vlaanderen heel hard leeft, maar het is hier nu opgezet vanuit Nederland. Dus ik denk dat we daar ook wel elkaar in kunnen vinden, omdat de vele dijken hebben last van kabels en leidingen. En wat doe je ermee? Het leger is hier al aanwezig. Dat is nog niet per se het dijkleger, maar ik weet wel dat het Nederlands leger... Ik weet ook niet of het Belgisch leger aanwezig is. Dat toch. Misschien kunnen jullie ook de handen in elkaar slagen en die waterbeheerders helpen in nood. En ja, ik heb het al gezegd, een wedstrijdje over ons gras, wie weet, komen daar wel leuke resultaten uit. Zo, ik hoop dat jullie al een beetje enthousiast zijn. En dan geef ik graag het woord aan iemand anders. Dankjewel.